Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kuhlman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul en Paul. Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag zijn we hier met Michiel Kramer. Spits van RKC, oud-spits van Feyenoord en Sparta onder andere en een heel ander aantal clubs. Maar als ik die allemaal moet opnoemen, dan is het 6 uur. Dennis van Issel is er en Thomas van Haar. Thomas, je bent nog steeds voetballer bij VOC. Je bent assistent trainer bij Excelsior. Je bent mediapersoonlijkheid. Ja. Ga er allemaal mee door in het nieuwe jaar? Nou, ik ben niet zo heel veel geweest bij VOC afgelopen half jaar. Dus dat is sowieso. Waarom zie ik dan allemaal filmpjes op Instagram dat je de ene goal naar de andere maakt? Ja, als ik ben, dan wil ik nog wel scoren. Nee, dat valt een beetje tegen. Maar verder zie ik niet echt de reden om ergens mee te stoppen. Nee, en je blijft hier ook lekker zitten. Hoe vind je het eigenlijk om morgen tegen Sparta te spelen? Ja, mooi. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus het is sowieso altijd leuk om terug te komen op het kasteel. En morgen wordt gewoon een hele mooie wedstrijd, denk ik. Derby is sowieso mooi en wij gaan in ieder geval proberen om een mooie wedstrijd van te maken. Zo is het. Nou, we gaan het natuurlijk hebben over die wedstrijd. We gaan het hebben over Feyenoord, dat gisteren doorkwam in de beker. Even over jou. Heb jij nog speciale wensen voor het nieuwe jaar, ambities? Nee, ja, ik ben nu weer fit, dus wat dat betreft is dat iets positiefs. Nou, ongeveer. Wat is het? 2,5 maand? Ja, 10 weken ongeveer. Dus ja. Wel goed. Goede bestuurder gaat in mijn rug, dus... Ja, dat was even vervelend, maar nu ben ik weer helemaal terug. En dan kan ik morgen weer bij de selectie zitten, dus daar ben ik blij om. Ja, opgelucht waarschijnlijk. Ja? Hardnekkig dan, hè? Ja. Wie ging die overtreding eigenlijk? Bartje Vriends was dat, ja. Vriends van Sparta? Ja. Oké. Okay. Beetje blind, maar de rest prima. Ja, nou ja, overkomt de beste allemaal. Na de midweekse bekerronde, waarin alleen Feyenoord van de Rotterdamse clubs doorging. Sparta en Excelsior hadden ook wel behoorlijke opgaves. Feyenoord door, gisteren tegen PEC Zwolle, 3-1. Makkie? Makkie. Was het een makkie? Nou ja, ik vond Feyenoord wel degelijk veel sterker dan Zwolle natuurlijk. Dus, was een troeve start weer. Ja, het is gewoon een wereldgoal. Dus is dat dan een stroeve start of is dat gewoon een wereldgoal van... Het is niet dat Feyenoord echt heel veel moeite had met het spel van Zwolle. Dus ja, die eerste bal die vliegt erin. Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, maar het gebeurde bij Utrecht ook. Dat daarvoor gebruik ik het woord weer. Maar die kwam wel echt anders tot stand natuurlijk dan dit doelpunt. Ja, echt wel door een fout. In ieder geval meer dan bij dit doelpunt. Ja, dit was en Utrecht had er ook meer kans over de hele wedstrijd. Dus daar had Feyenoord gewoon veel meer moeite mee dan met PEC, denk ik. Maar Feyenoord 21 pogingen op doel. Dat is heel veel. En is dan de uitslag eigenlijk te klein? Of mag je zo niet denken? Nee, dan is de uitslag te klein. Dat rendement moet dan hoger zijn. Zeker omdat bij die schoten zaten een paar kansen bij. Ja, dat moeten gewoon goals zijn. Jaanbaks een paar keer. Echt wel ook nog van redelijk dichtbij. Dus ja, die score had nog hoger uit kunnen en moeten vallen. Ja, nou dat lage rendement van gisteravond in de Kuip. Waar het nat was en waar het waaide, et cetera. Ja, dat moet Arne Slot ook wel hebben gefrustreerd. Oh. Daar ben je niet boos over. Maar je ziet het wel graag anders. De tegenstander die 70 minuten lang één keer op goal schiet en één goal heeft. En wij, ik hoorde net het meeste aantal schoten sinds 2014 of zo op goal in één helft. Als dit mijn voordeel is, dan wil ik de data nog wel eens benoemen. Oh, wel, ja. Want ik zie Mico's alweer lachen. Maar los van het aantal schoten waren het ook echt wel, vond ik ons echt heel goed spelen. En als je 1-0 achterkomt zo vroeg tegen een tegenstander die met zoveel vertrouwen speelt omdat ze bovenaan staan in de eerste divisie. En je weet dan vanaf die 1-0 zoveel kansen bij elkaar te spelen. Dan ben je niet alleen mentaal sterk, maar kun je ook heel goed voetballen. En dat wisten we al, maar het is ook heel mooi dat we dat vandaag hebben laten zien. Ja, dat is een pluim voor PEC Zwolle. Maar hij zegt ook, we waren heel goed de eerste 70 minuten. Was Feyenoord zo goed? Ze waren in ieder geval een stuk sterker dan PEC. En als je PEC een goede ploeg vindt, dan vind je jezelf dus heel goed. Dus, dus die redenatie kan ik wel volgen. Ik vond niet dat, als ik keek naar de wedstrijd, zat ik niet echt op het puntje van mijn stoel om te genieten. Maar ze waren wel een stuk sterker dan PEC. Ze waren een team wel, hè? Dat straalt er, althans dat hou ik wel een beetje over aan die wedstrijd van gisteren. Jij niet? Dat ze een team waren? Ja, nou, dat het zo wel oogt, dat iedereen voor elkaar wel loopt en
Nou, maar je ziet, omdat ze natuurlijk sterker zijn, is het vertrouwen natuurlijk ook daar. En als je natuurlijk heel veel kansen krijgt, dan voetbal je net even wat makkelijker dan als het dan wat schroeven gaat. Dus ja, of het nou echt een hecht team was. Zo ja, wat Bart zegt klopt wel, toch? Er zit veel energie in en ze zijn inderdaad bereid om gewoon veel meters te maken, waardoor ze je continu druk houden op ploeggesprek. Als ik dan nu weer zit te kijken de eerste half uur en dan liggen er 5-6 Feyenoorders op de grond en niemand van Feyenoord die daar vervolgens wat tegenover staat. Dus ja, als je dan de persoonlijkheid hebt die ze dan beweren te hebben, dan moet je daar ook iets tegenover zetten, toch? Zoals wat dan? Wat bedoel je precies? Ja? Nou, omdat ik heb de eerste half uur toen Utrecht Feyenoord zitten kijken. Toen heb ik denk de eerste 5 minuten al 4-5 Feyenoorders op de grond zien liggen. En vervolgens gebeurt daar. Ja, je bedoelt Deelrosun Paschou die een flink kick kreeg. Qua persoonlijkheid en qua karakter vond ik dat daar niet heel veel aan gedaan werd. Jij vindt dat er dan iemand anders tuurlijk, even op moet laten? Ja, maar ook een signaal geven naar richting die tegenstander. Althans, ja, dat is wat ik vind hoor. Dat was ook hoor, want pas volgens mij bijna toen het rust was, toen kwam er een opstootje dat je echt even wat vuur en dat heel die spelersgroep erbij kwam. Bij Utrecht uit dan. Dat, ja, maar dat zie je pas na de goal bijvoorbeeld van Jan Baks tegen Utrecht. Dat het dan wel ineens gaat en dat het dan wel ineens heel veel energie zit wat het vanaf gisteren, vanaf minuut 1 zit. Dus ja. Ja, dus wat jij zegt is eigenlijk als het goed gaat dan lijkt het al snel dat je een team bent. En, dat gevoel heb ik wel vaak. Ja. Hmm. Oké. Okay. Maar ja, ik denk, ik stip even iets positiefs aan. Okay. Positief, zo ben ik, hè? Dat klopt ook, maar je moet wel kijken, dit wordt gebruikt slot vaak ook zelf, naar de weerstand van de tegenstander. Dus ja, dan is het wel maar tegen een team uit de eerste divisie natuurlijk. En geeft dat geen garanties tegen straks Twente uit en laat staan de klassieker die binnenkort wacht. Ik wil zo meteen nog eventjes verder over die wedstrijd en een paar mannen uitpikken. Maar om te beginnen, ook één die er gisteren helaas opviel. David Hanschko, hij ging eraf met een schouderblessure. Hoe is het? Hoe erg is het? Heb je nieuws? Ja, lijkt allemaal wel mee te vallen. Het is een vraagteken of hij zondag kan spelen in Groningen. Zaterdag gaat hij getest worden op de training of dat kan. Maar het gegeven al dat de update is van vandaag na medisch onderzoek, geeft aan dat er toch wel wat sprake is van opluchting. Want als je zag hoe hij het veld afging en dat er ergens misschien ook wel vrees was dat het niet een beknelde zenuw of iets dergelijks was, maar iets ernstigers. Ja, dan heb je het over weken zo niet langer. Dat lijkt allemaal niet aan de orde te zijn, gelukkig maar. Ja. Want hij is natuurlijk vanaf het moment dat hij is gekomen bij Feyenoord al heel snel niet meer weg te denken uit het elftal. Dat is een pluim voor hem ook. Zeker, eigenlijk meteen. Maar als hij weg zou vallen en Trauner is al weg, ga je dan eigenlijk nog wel meedraaien op de titel, dacht ik even. Nou ja, überhaupt als Trauner alleen al wegvalt, kan je je afvragen. Of Feyenoord, want ik vind dat ze wel veel inleveren als dat het een groot verschil is tussen Feyenoord met Trauner en Feyenoord zonder Trauner. Dus dat, ik ben sowieso benieuwd of ze dat gaan trekken überhaupt. Ja. En met Hanschko ook nog erbij, dan wordt het wel erg penibel, denk ik. Hoe vind je dat Geertrui daad invult als hij centraal achterin wordt neergezet? Nou, niet per se slecht. Ik ben altijd wel groot fan van Geertrui daad geweest. En ik vind hem eigenlijk, denk ik, centraal wat beter dan zelfs nog dan op middenveld of als back. Dus ik zie hem daar graag wel spelen. Maar ik vind Trauner nog wel een klasse beter. Hm. Wat maakte Mats Wiever zo goed gisteren bij zijn debuut in de basis in Feyenoord 1? Hij voetbalt gewoon nog precies hetzelfde als die vorig jaar voetbalt. Dat vind ik mooi te zien. Je ziet hem soms invallen en ik vind sowieso in zijn invalbeurten dat hij al wel een redelijk goede indruk maakt. Het was even wachten totdat hij voor het eerst in de basis mocht starten. En ik volg het natuurlijk met extra belangstelling, maar hij is niet dat veranderd. Dat moet ik uitleggen, je bent assistent trainer bij Excelsior. Ja, ik heb nog vorig jaar natuurlijk samengewerkt. Heb je het toch al gezegd, of niet? misschien... Ja. Wil je dat nog een keer zeggen? Nou, ik wil altijd heel erg laten blijken dat ik alles weet. Oké. Okay. Ja, ik heb nog met hem samengespeeld en toen kwam hij ook als ontwikkelspeler eigenlijk binnen. En toen merkte hij ook al dat hij heel goed kon voetballen en dat ging hij steeds stabieler doen. Hij is nog niet uitgeleerd zoals je nu ziet. Nee, daar is natuurlijk ook heel jong voor. En hij had ook al een bepaalde rust over zichzelf. Hè? Gewoon ook in een nagenoeg volle kuip. Knap toch bij je debuut in de basis. Tackles. Ja, een beetje moderne middenvelder, hè? Dus misschien kan de assistent van de coach dat. Maar ik vind het echt een goede speler. Rust aan de bal, hij heeft dynamiek, hij heeft diepgang. Hij komt ook nog eens voor de kop. Volgens mij heeft hij ook nog een redelijk opstelling gisteren. Dus dat viel ook een beetje op. Ja, ja. Dus ik denk dat hij alleen maar beter gaat worden. Dus dat is alleen maar iets moois. Omdat ik dan laat zien dat de stap van Excelsior naar Feyenoord haalbaar is. En dat je dan ook nog door kan ontwikkelen naar misschien wel vaste waarde. Oh, oké. Okay. Ja. De mooiste kopbal van Wiever trouwens ging er niet in. Dat was dan wel een mooie redding. Naar de kruising toe. Ja, dat was de knappe redding van de keeper ook. Zeker. Hoe dan ook, het vertrouwen bij Mats Wiever zelf is groeiende.
Ja, als het op het begin vaak bij mij, dat heb ik wel vaker, als het bij mij op het begin lekker gaat, dan kom ik er langzaam goed in en dan gaat het gewoon vanzelf een beetje. Dus ja, vandaag was dat op zich wel het geval. Dus ja, ik denk dat ik op zich gewoon prima speelde. Ik probeer gewoon de bal vaak te vragen en ja, probeer zo goed mogelijk veel vooruit te spelen als dat kan. Dus ik denk dat het vandaag wel gewoon goed ging, ja. Ik denk dat dit een mooi opstapje is voor de wedstrijden wat misschien komt. Ik hoop dat ik dan ook in de basis sta, dat weet ik allemaal nog niet. Maar ja, dit is natuurlijk wel waar ik voor ja, naar streef natuurlijk. Ja, want hoe is het nu met je heel de wedstrijd uitgespeeld? Het gaat veel over jouw fitheid, over je fysiek ook. Hoe voelt het lijf nu? Ja, goed. Goed. Ik heb nieuwe soltjes gekregen en die werken gewoon goed. En dat ze zeggen ook dat veel moet helpen met mijn enkel en zo. Dus ja, ik voel het heel goed. Dus ja, gaat verder gewoon top. Bambi, hè? Ja, Bambi on ice noemde hem. Ja. Vanwege dus zijn zwakke enkels. Voetballen jullie ook op soltjes? Ja, ik ook, ja. Ja? En wat voor verschil merk je dan? Nou ja, je voet gaat net even wat anders staan. Hè? Net iets meer steun ook, hè? Dat is ook de bedoeling vaak van soltjes, dat je iets meer steun hebt in je schoenen. Dus dat is het. Nou, ja. Nou, fijn dat het voor Wiever dus in die zin werkt. Is hij nou, Dennis, denk je, de komende weken de vaste controlerende middenvelder van Feyenoord? Nou ja, Arne Slot heeft weinig andere smaak op die plek. Of Geert Ruijder komt daar weer te spelen. Maar dan heb je dat centrum met Rasmussen en Hansko, wat natuurlijk niet wenselijk is. En ja, als hij al opnoemt dat achter Wiever, als hij moet gaan wisselen. Want op een gegeven moment kreeg hij kramp en dan had Mota Bouni erin gekomen. Wat natuurlijk helemaal geen defensieve middenvelder is, ja. Dan zou je bijna wel moeten met Wiever erin. En voor hem natuurlijk ook een prachtige kans om naar Groningen uit. Eventueel in de klassieker en Twente uit. Dat zijn grote wedstrijden. Als hij zich daarin ook profileert zoals hij gisteren deed. Ja. Ja, dan kan het ook opeens hard gaan. En dan groeit ook denk ik het vertrouwen en de persoonlijkheid. En dan kan hij zoals hij het gisteren deed, inderdaad. Dikke pluim. Maar wel tegen de nummer 2 van de eerste divisie. Ja, is hij er klaar voor tegen Groningen, tegen Ajax, Kramer? Jij zegt dat er een groot verschil zit tussen het niveau van Groningen en het niveau van... Nou, daar heb je een... dat is een eikelpunt op dit moment. Maar goed, een week later wacht wel Ajax in de Kuip. Ja, dat is een ander verhaal. Nee, ja, ik denk dat hij er naartoe kan groeien. En ik heb er wel vertrouwen in, alleen het is altijd de vraag. Dit is wel eigenlijk het moment voor hem om eigenlijk echt door te breken, denk ik, bij Feyenoord. Hoe moet je van hem verwachten dat hij bijvoorbeeld tegen Ajax het verschil kan maken? Of zeg maar wat hij bijvoorbeeld gisteren kan doen, gaat hij dat ook tegen Ajax kunnen brengen? Ik denk niet dat je dat kan verwachten van zo'n jongen. Ik denk dat je gewoon tegen hem moet zeggen, doe gewoon je ding, probeer gewoon een goede wedstrijd te spelen. En dan zie je het wel. En toch? Mooi meegenomen, ja. Ja, want als wij nu gaan zeggen van ja, ook laat het maar zien tegen Ajax. Ja, ik weet niet of dat helemaal... Ik doel dan niet op zijn scorend vermogen, want hij valt, maar hij is een nummer 6. Dus die reken ik helemaal niet af op dat hij die goal maakt en de assist bij de Nieder. Maar hoeveel ballen hij wel niet afpakte van tegenstanders, dat is bij nummer 6 natuurlijk. En hem dan inleveren bijvoorbeeld bij Kuxi. Natuurlijk, ja. Nou ja, als hij dat kan brengen ook tegen Ajax, dan wel. Maar of je dat moet verwachten gelijk van hem, dat weet ik niet. Hij krijgt misschien wel extra vertrouwen omdat hij weet dat Zerouki als concurrent voor hem niet komt. Althans, niet deze maand, misschien wel komende zomer. Wat is nu het plan, Dennis? Wat is het versterkingenlijstje, wenslijstje bij Feyenoord? Nou kijk, Zerouki is een speler. Daarom was Feyenoord ook bereid om er veel voor neer te leggen. Waarvan dan de verwachting is, die staat er ook in één keer. Ja. En dan wil Feyenoord best wel diep in de buidel tasten. Als het een speler van dat kaliber uiteindelijk niet wordt... En Feyenoord minder gaat betalen, ja, dan heb je misschien ook een speler die wat meer aanpassingstijd nodig heeft. Die naam van Manswerk bijvoorbeeld valt. Hè? Terwijl niemand hem heeft zien spelen, willen heel veel mensen dat die naar de Kuip komt. Want het klinkt ook wat exotisch. Maar die heeft misschien wat meer tijd nodig. En gaat Feyenoord nu in deze weken al die transfer doen? Terwijl er bijvoorbeeld volgende week misschien toch een kans zich voordoet met iemand die er in één keer staat. Hè? Dus daarom is daar nog niet al te veel haast ook. Nee, maar dat is dus een dilemma van ga je inderdaad 7, 8 miljoen uitgeven voor één speler die er direct staat. Of geef je een paar miljoen uit voor één speler die je op het middenveld kan zetten. En misschien ook nog een paar miljoen als centrale verdediger. Want dat is wel de wens, ook nog. Slot is daar duidelijk over. Het liefste inderdaad een rechtsbenige centrumverdediger en een nummer 6. Maar ja, we kennen de financiële mogelijkheden. Dus stel er komt wel iemand voor bedragen zoals met Zerouki, is het de vraag of er ook nog een verdediger bij kan. Heb je nog iemand op het oog? Nog iemand die je zo in je opkomt en je denkt, hey, dat zou wat zijn voor Feyenoord, voor een paar miljoen? Ik weet dat Stijn Spierings een aflopend contract heeft. Die speelt bij Toulouse in de Ligue 1. En die speelt daar goed? Die doet het goed daar. Ja. Dus dat is wel interessant. En Michiel is nog met Vilena samengespeeld natuurlijk. Hè? Waar vind jij hem beter pas? Echt op het centrum van het middenveld of nu op de plek? Nee, meer links op middenveld dan echt de punt achter, denk ik. Maar die speelt ook gewoon bij Salernitana, hè? Dus, waarvoor... Centrale verdediger, Adewoye die bij ons speelt. Zou ik wel... Ja?
die stap. Maar zijn naam valt natuurlijk wel. En ik weet dat dat een heel ingewikkelde constructie is om Villena terug te doen. Ik was gewoon benieuwd of. Omdat ik ook het gevoel heb van, is hij nou echt een defensieve middenvelder? Ook toen ja, hij is wel een bepaalde jongen. Hij heeft daar wel gespeeld. En met bepaalde agressie in zijn spel natuurlijk. Die dat wel beheerst. Maar goed, ja, ik weet niet wat Slot voor type speler daar wil hebben. Maar de Hooijer zou er klaar voor zijn als het aan jou als rechter centrale, denk ik wel, ja. Ja. Die heeft in principe alles wat een centrale en een verdediger nodig. Zit er een goede kop op? ja, zeker. Ja. Nee, ja. Echt een hele goeie gozer. Goeie gast, werkt keihard, wil altijd beter worden. Is nog relatief jong. Nu al anderhalf jaar speelt alles. En maakt op mij gewoon een hele goede indruk. Dus. It takes one to know one, zeggen ze altijd. Maar in dit geval niet, denk ik. Ja, ik zou willen zeggen, ik hoop dat de technisch directeur er van Feyenoord meekijkt en dit even noteert. Welke? Oh, ja. Die is er niet. Nee, daarom. Okay. Maar goed, Slot zal kijken misschien wel of het te bloezen. Hoe dan ook. Die voorhoede van Feyenoord, jongens, daar wil ik het ook nog eventjes over hebben. Ook wel vanwege gisteren. Thomas, komt er binnenkort een moment dat Slot daar een vastigheid in moet gaan creëren? Niet alleen in de basis, maar ook in zijn wisselbeleid. Eigenlijk zijn de aanvallers van Feyenoord altijd anderen. Maar moet hij daar vastigheid in creëren? Of zijn het meestal de spelers zelf, zeg maar, die dat op een bepaalde manier afdwingen? Nou, geef zelf eens antwoord op die vraag. Ik denk dat er op dit moment geen speler is die afdwingt dat hij iedere week als eerste op het wedstrijdformulier staat. Dus zolang dat niet gebeurt. Maar dat kan ook kip en ei verhaal zijn. Je kan ook dus drie man gewoon nou eens een keer een aantal weken de kans geven en die misschien dan die kans wel pakken, toch? Volgens mij gebeurt dat ook wel. Hè? Volgens mij is Paixão nu al meerdere wedstrijden op rijbasis spelen. Danilo al echt. Maar wordt altijd gewisseld, Dennis. Ja, nee, dat wel. Maar jij hebt het nu over de basis. In de wedstrijd. Ja maar ga maar de statistieken erop naslaan. Volgens mij is het sowieso wel veel voorkomen dat buitenspelers gewisseld worden. Die zijn ook de spelers die over het algemeen heel veel meters maken. Heel veel explosieve meters maken. En dan ook nog acties moeten maken. Dus die worden over het algemeen vaker gewisseld dan bijvoorbeeld verdedigers. Hmm. Maar hoe werkt dat voor jou als spits, Michiel? Heb jij graag altijd dezelfde spelers om je heen? Of vind je het prima als dat maar blijft roleren? Roleren, ik weet het niet. Ik vind het altijd wel prettig als je een bepaalde samenwerking kan creëren met je medespelers. En het is altijd wel fijn als je spelers om je heen hebt die je proberen te zoeken. Die je uiteindelijk in stelling proberen te brengen om een goal te maken. En volgens mij hebben we voor de winter ook wel eens gesproken van dat er zeg maar weinig kansen worden gecreëerd voor de spitspositie, zeg maar, als we het daar een beetje over hebben dan. Omdat de buitenspelers gewoon wat minder renderen dan het geval is. Dus daarom roleert hij veel. Dus dat voor de spitspositie is dat juist vervelend, omdat je dan toch niet helemaal kan verwachten. Kijk, als ik bijvoorbeeld met Thomas zou spelen, zou ik altijd weten, oké, als hij naar binnen komt, is er een kans aanwezig dat hij misschien voorgooit. Of dat hij, terwijl als je daar met rechts wordt gaat spelen, dan is het ook weer anders. Dus, ja, ik vind het altijd best wel tricky, omdat je als spits zijn toch wel afhankelijk bent van de spelers om je heen. Ja. En dat is dan best wel vervelend als je dan iedere wedstrijd een andere buitenspeler hebt. Aan de andere kant, ja, als die buitenspelers niet renderen, dan snap ik wel dat er veel gewisseld wordt uiteindelijk. Ja, over die buitenspelers gesproken trouwens, hoe zou Dirossun zich hebben gevoeld gisteren na afloop? Ja, wat denk je zelf? Och, dat was een hele slechte invalbeurt natuurlijk, maar dat zal hij zelf als geen ander, als geen ander weten. Ja. Daar staat tegenover dat Jahan Baks volgens mij wel het vertrouwen van zijn trainer aan het hervinden is. Hè? Als het dan toch gaat om misschien wel een vaste basisspeler worden voorin, is Jahan Baks er zo een? Ja, bij de oefenwedstrijden vond ik hem al goed vanaf het moment dat hij terug was van het WK. Maar hij liet het ook zien met die invalbeurt tegen Utrecht en nu ook. Had alleen wel mogen scoren ook erbij, maar is wel van die buitenspelers degene, denk ik, met het hoogste rendement qua voorbereidende assist. Ja, alleen, bij hem weegt natuurlijk als een modersteen om zijn nek dat hij ooit bij AZ ook zelf zo productief was met goals. En dat valt het meeste op. Ja, ja, maar dat is, hij oogt wel minder, niet dat wat minder onzeker dan vorig jaar was heel geforceerd. Ik vind dat hij best wel aardig indruk maakt. Vind ik ook. Ik had gisteren een beetje het idee, wel knap. Zeg maar, ik zat te kijken en toen dacht ik, het is toch knap dat je daar een beetje van los weet te vechten. En daar lijkt het wel een beetje op. En als hij dat doortrekt, dan hoop je natuurlijk dat hij dat niveau van AZ ook weer ergens gaat aantikken. Ja, en hij heeft een paar behoorlijk onstuimige maanden gehad natuurlijk, hè, met de Iraanse nationale ploeg op het WK. Dan ga je niet in de koude kleren zitten, maar hij gaat de strijd aan. Dat is mooi om te zien. Is dat veld eigenlijk van Feyenoord over 9 dagen weer gefatsoeneerd?
is een mooie test ook voor de opvolgers van Erwin Belman. Hè? Want dan, hoe zag het eruit gisteren na afloop? Dat is een goede vraag, Dennis. Die moet jij toch wel antwoord op kunnen geven? Ja, als bioloog. Over 9 dagen. Over 9 dagen. Ja, nee, mijn glazen bol werkt erop. Ik weet ook precies wat er eerst... Serieus, heb je dat veld gezien gisteren afloop? Ja, ik heb het gezien. Ja. Zeker de kant waar Feyenoord die eerste helft opspeelde. Daar was de bal ook nogal vaak in dat 16 meter gebied van Peck. Dat was echt flink omgeploegd. Dus... linksom of rechtsom, zorg er maar voor dat het er goed bij ligt voor de wedstrijd. Je weet welk potje ik bedoel, hè, over 9 dagen. Nee, je hebt geen idee. Staat het op je blaadje ook of niet? Nee, ik weet geen idee wat hier allemaal voor onzin op staat. Heb je wel gescoord in de Kuip tegen Nee. Draaien? Maar in de Arena wel, hè? Arena wel, ja. Kasteel ook? Ja. Nee, thuis niet. Wel een laatste minuut gewonnen in de beker toen. Oh, ja. Met Adel? Nee, het was met die eigen koor van Veldman. Dan. Ja, Veldman was dat, ja. Okay. Altijd een mooi potje, hè? Toch? Nou. Maar hey, je mag in het voetbal, dat weet u waarschijnlijk anders, nooit over de eerstkomende wedstrijd heen stappen. Dus daar gaan we het zo eerst nog even over hebben. Maar we gaan nog een krul zetten door het bekeravondje van gisteren. En er is aan het legioen gevraagd van het winnen van de beker. Is dat nou dit seizoen een hoofdprijs voor Feyenoord? Stel dat Feyenoord dit seizoen alleen de beker wint. Is het seizoen dan geslaagd? Nee, dat is niet geslaagd voor mij, nee. Nee, ook landskampioen worden. Voor mij wel, ja. Ik heb liever dat we gewoon landskampioen worden natuurlijk. Nee, dat zou ik jammer vinden. Er zit meer in dit seizoen. Als Feyenoord een winst pakt, wat dat ook is, in dit geval dan de vraag de beker, is voor mij het seizoen geslaagd. Dan is het nog steeds een goed seizoen. Nee, vind ik niet. Er is meer te halen. Als Feyenoord iets wint, is het altijd wel leuk, toch? Kijk wat we vorig jaar hebben gepresteerd in de Conference League finale. Dat is nou denk ik weer een treetje te hoog. Beker is een bijzaak, hè? Vind ik. Dan is het seizoen in principe wel geslaagd, want dan neem je een prijs. We hebben hem heel vaak gewonnen, dus hij hoort gewoon hier. Hij hoort hier thuis. Het is voor mij een prijs, zeker wanneer we hem zouden kunnen behalen in een eenmalige wedstrijd tegen 0-20. Dan is het een prijs, dat is zeker een prijs. Je zit nog steeds diep, hè? Altijd, ja. maar goed, die klassieke is zondag, is Groningen zondagmiddag. Dat lijkt een beetje aangeschoten wild. Uitgeschakeld in de beker gisteren door de amateurs van Spakenburg uit de tweede divisie. Nou, het afgelopen weekend bij Excelsior verloren. Moet je nou ook wel weer waken voor onderschatting dan als Feyenoord zijnde? Of mag je echt denken van ze speelden volgens mij tegen PSV een goede wedstrijd. Volgens mij wonnen ze die wonnen ze zelfs, ja. Dus ja, wat dat betreft... kan je wel zeggen van daar gaat Feyenoord overheen. Maar toch tegen de grote ploegen zijn dat soort clubs, die hebben niks te verliezen. Dus ze gaan vrij uit. Ja, dus, en ze hebben een trainer die tot voor kort bij Feyenoord werkte. Dus, videoanalyst toch? Onder andere, maar dat is een beetje laatdunkend wat je nou doet. Hij was gewoon assistent. Okay. Nee, ik dacht dat hij videoanalyst was. Op papier wel, ja. Oh, okay. Ja, Dennis van der Ree. Ja, maar die kent die ploeg door en door. Dus dat zou dan eventueel nog in je nadeel kunnen spreken. Ja, denk ik niet. Maar toch? Kijk maar even. Dat was... Ja, er zijn wel wat wijzigingen bij Feyenoord geweest, hè? Ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat is waar. Dan toch maar gelijk naar die klassieker, want en dat is wel weer ernstig. Zo, je stapt er weer heel Ik moet er ineens aan denken, omdat jullie er zo ontzettend veel over praten. De netten gaan worden geplaatst rondom het hele stadion. Dat gaat met name voor de televisiekijkers wel echt impact hebben. Hè? Waarom is Feyenoord daar nu volgende week zondag echt toe genoodzaakt? Nou ja, als je de vorige klassieker was natuurlijk zonder publiek. Hè? Ja. En eigenlijk al sinds de transfer van Steven Berghuis. En Twitter is misschien geen graadmeter. Nee. Maar als je kijkt wat voor berichten daarop geplaatst zijn. Over wat voor een onthaal hem en Ajax wacht. Ja, dan moet je daar als club zijn denk ik uiteindelijk op handelen. Dus ik denk dat dat een goed besluit is om dan inderdaad met netten te komen. Maar het is wel voor het allereerst dat het ook aan de zijde is waar de tv-camera's staan. Ja. En niet te vergeten dat dat misschien ook eventuele VAR-camera's kan... kan hinderen. Tuurlijk. Dus het is wel, het heeft wel gevolgen. Ja, zeker pijnlijk dat dit moet. Maar is helaas niet anders. Ik merk aan jullie dat jullie daar verder je handen niet aan willen branden. Zal ik dan lekker naar de derby gaan? Ik kan wel een katheter naar je hoofd gooien. Ja, dat kan dus dan niet meer volgende week zondag. Ja. Morgen de Rotterdamse derby tussen Sparta en Excelsior. Kwamen ook allebei dus uit in de beker. Sparta tegen PSV. Het krachtsverschil ten opzichte van de competitiewedstrijd van zaterdag was dinsdag wel iets anders, hè? Ja, weet ik niet. In het nadeel van Sparta? Ja, ik vond PSV zaterdag ook al wel in de eerste 10 minuten een stuk sterker. Maar daarna kabbelde het een beetje voort en wist Sparta zich best wel makkelijk overeind te houden. En eigenlijk was dat dinsdag niet heel erg anders. PSV creëerde 2 grote kansen. Één grote kans eigenlijk, die van El Ghazi. En die ging er niet in. En eigenlijk de ballen waarvan je dacht, er waren geen kansen, die gingen er wel in. Dus ik vond het eigenlijk wel meevallen. En uiteindelijk vond Sparta zich ook nog terug in de wedstrijd. Dus ik vond helemaal het krachtsverschil niet super groot. Nee,
ze vochten zich terug in de wedstrijd door een fraaie goal van Arno Verschuren. Gaat het? Ja. Okay. Ging je er toen in geloven? Dacht je toen, hey, dat zou wel eens kunnen voor Sparta? Ja, ik vind dat Sparta gewoon sowieso nu natuurlijk goed in zijn vel zit, goed voetbal speelt. Dus als die natuurlijk het gevoel hebben dat er wat te halen valt, dan zou dat zomaar kunnen, omdat ze gewoon goed in de vel zitten. Dus ja, het zou zomaar kunnen. Aan de andere kant, ik vind dat PSV toch wel specifieke spelers heeft die toch wel een wedstrijd kunnen beslissen. En dat, ja, dat kan in dat soort wedstrijden juist wel doorslaggevend zijn. Ja, ja. Wel Lauritsen, die had gewoon even die gelijkmaker weer mogen aantekenen. Ja. Hoewel Trommel zat daar wel bij. Dat moet je dan hem wel... En Saito viel goed in, hè? Die Japanner. Ja, die valt altijd wel goed in. Opmerkelijk, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, dat is een mooie speler. Leuke speler om naar te kijken. Brengt gewoon veel creativiteit. Dus ik vind het altijd wel mooi als hij invalt. Ja. Belangrijk moment was redelijk vlak voor die 0-1 van Simons. Dat Sparta zelf die uitbraak had met Van Krooi. En legt hij hem goed breed op Kittel aan. Dan komt Sparta misschien op 1-0. Dan wordt het misschien een ander verhaal. Wordt het een andere wedstrijd? Hey. Mooi, maar ik geef hem je toch even mee. Ja. Was het maar een andere wedstrijd voor Excelsior geweest tegen AZ? Want die waren echt een maatje te groot voor jullie, hè? Ja, klopt. Ja, ja. We hadden het heel moeilijk tegen AZ, die heel slim speelt. En ik vind AZ ook wel een van de best voetballende ploegen van de Eredivisie. Dus dat is misschien ook ergens niet zo raar. En eigenlijk op het moment dat we ons een klein beetje terug in de wedstrijd vochten. We maakten de 1-1 redelijk gelukkig. Maar we kregen ook iets meer controle op het spel van AZ. Gaven we zelf 2 goals weg. Dus toen was het eigenlijk wel gespeeld. En wat opvalt, je begint goed aan de eerste helft. En je begint ook goed aan de tweede helft. Ja. Maar weet het eigenlijk beide keren het niet echt door te zetten op een of andere manier. Nee, ja. En ik denk dat dat ook wel komt doordat het krachtsverschil gewoon heel groot is tussen ons en tussen AZ. En ook een beetje door de vierde man natuurlijk. Oh, dat is jullie collega, je komt me even gelijk aan. Ja, hij had geen bal bij zich. Ze hadden volgens mij al eerder een beetje ruzie, dus het was... Ik vond het wel grappig. Ja, ja. Zulke dingen gebeuren. Ja. Excelsior trad aan met 6 wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Groningen. Azar kan bijvoorbeeld niet. Kan hij en anderen, kunnen die gewoon geen 2 wedstrijden in de week aan? Ja, 3 hè. Nee, Thomas, 2. In 7 dagen, nou ja, oké. We wilden het risico niet nemen, heel simpel. En Sparta en Volendam komen eraan, dat is allemaal een tandje belangrijker waarschijnlijk voor. Sparta lag het anders. Die wilden ook voor de beker gaan. En bij ons zijn ook gewoon keuzes gemaakt om ervoor te zorgen dat de prioriteit wel bij de competitie blijft liggen. Ja, dat is bij jullie ook, hè, bij RKC. Nee, ik snap het wel, ja. 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 Ja, het is helemaal niet zo gek dat jullie daar verloren hadden. Kijk eens, was bij de treffers. Overkwam Cambuur ook. Hè, met dat licht en was het ook. Ja, met een goede veld. Had Cambuur ook last van, hè, van dat licht daar zo. Ja. Mooi. Dat is de charme, jongens, van het bekervoetbal. Toch? Ik heb het gezegd, joh. Ja, goed. Hoe apart was het eigenlijk voor Peer Koopmeijners om die wedstrijd te spelen? De nieuwe aanwinst tegen AZ, waar hij, nou wat is het, 48 uur daarvoor nog bij meetrainde? Ja, ik denk juist heel mooi, toch? Tenminste, als ik in zijn schoenen zou staan, ik denk dat hij dat wel zelf zo voelt. Het is voor hem gewoon een mooie kans om zich te laten zien aan de club waar die nog onder contract staat. Hoe toont hij zich nu in die eerste dagen bij jullie? Nou ja, gewoon eigenlijk zoals een nieuwe speler normaal binnenkomt, redelijk rustig. Je merkt dat hij wel bovenmatig interesse heeft in tactiek en dat hij het leuk vindt om daarbij betrokken te zijn. Dus dat is wel, dat vind ik wel mooi om te zien. En verder gewoon heel bescheiden en rustig. Dus je ziet dat het gewoon een speler is met veel potentie, al gelijk. We gaan het zo meteen met jullie hebben over de derby van morgenavond op het kasteel tussen Sparta en Excelsior. En ik las dat Excelsior sinds 2007 niet meer heeft verloren van Sparta. Wat een statistiek is dat? Ja, dat is wel bijzonder. Ze begonnen inderdaad van de week al bij onze tafel met die staf inderdaad deze statistieken te benoemen. Op een of andere manier brengt Sparta iets extra's in boven bij Excelsior blijkbaar. En kunnen we nog iets meer brengen dan Sparta. En dat valt het. Dus een bijzonder statistiek. Ik verwacht echt wel een open wedstrijd. En ze staan ook gewoon goed ervoor. Want iedereen heeft het natuurlijk over Sparta. Maar ik denk dat ook Excelsior de complimenten verdient vanuit de keukenkampioen divisie vorig jaar. Hebben het laatste moment gepromoveerd. Hoe ze dan op dit moment staan met
een flink aantal punten. Dus nee, ik denk dat ze het gewoon goed voor elkaar hebben daar. Ja, ik vind het wel knap hoe hij het doet inderdaad. Ook hij bij NAC gezeten en moeilijk gehad. En voor de rest heel moeilijk moment bij Sparta ingestapt. Heel dapper vind ik dat. Ja, een beetje no-nonsense. Zo spelen ze ook. Maak het niet te moeilijk, maar heb het gewoon voor elkaar. Ja, intussen is het ook al een behoorlijk ervaren trainer en dat zie je, dus dat is knap. Ik vind dat hij het eigenlijk overal waar hij het gedaan heeft, heeft hij het gewoon goed gedaan. En soms ook met beperkte middelen. En daar is hij ook gewoon succesvol mee geweest. Dus ook altijd een stuk karakter, wat hij zelf als speler ook had, dat zie je altijd in de ploegen terug. Dus ik is een zeer gewaardeerde collega en nogmaals, ik vind dat hij het hartstikke goed doet. Ik denk qua voetbalvisie wel wat verschillen. Niks tekort van de een of de ander, daar denken we wat anders over. Wij noemen veel een zone en noemen veel een mandekking. Dus dat is wel een groot verschil, denk ik. Maar hij is ook wel nonsens en ik ook wel wat. Dus in die zin zijn we wel een beetje vergelijkbaar. En? Een waardeerde collega heb ik het idee, toch? Ja. Mooi. Nou ja, als iedereen zo over elkaar zou praten, dan zou er nooit meer oorlog in de wereld zijn. Nee, dat klopt toch? Mooi. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Oh, jullie zitten nu naar mij te kijken dat ik nu een vraag ga stellen. Oké, duidelijk. Je hebt één job. Jij hebt met RKC tegen beiden al gespeeld. Tegen Sparta en tegen Excelsior. Dus die twee ploegen nu gewoon eens eventjes voor de vuist weg naast elkaar legt. Wat vind je dan? Wat ervaar je dan? Ik vind op dit moment Sparta gewoon voetballend wel gewoon prima. En volgens mij zegt die trainer Dijkhuis het gewoon terecht. Het is niet ingewikkeld. Het is heel duidelijk hoe ze spelen, hoe ze druk zetten, hoe ze willen spelen en balbezit. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar als het niet ingewikkeld is, hoe kan het zo succesvol zijn dan? Het is heel stabiel, denk ik. Het zijn toch ook gewoon duidelijkheid richting spelers. Van luister, dit is wat we gaan doen. We gaan het niet ingewikkeld maken. En dan wordt het alleen maar makkelijker en beter voor de speler om te weten wat je moet doen. Ja. Maar wat is de sleutel naar stabiliteit dan in dit geval? Nee, ja, ik zeg stabiel, maar ze hebben natuurlijk ook gewoon kwaliteit in spelers. Ze hebben gewoon goede spelers. Ze hebben denk ik goede slag geslagen op de transfermarkt afgelopen zomer. Spitsen bij is een goede. Kitolano, De Guzman, dat zijn allemaal spelers die en kwaliteit brengen, maar ook een bepaalde ervaring hebben. En ik denk dat die stabiliteit vooral zit in ervaring. Dus dat op momenten dat het misschien wat minder gaat, dat je dan wel gewoon je afspraken blijft nakomen en dat je eigenlijk altijd weet wat je aan elkaar hebt. En dat zie je gewoon heel duidelijk bij Sparta. Ja, goed georganiseerd. En hoe dat dan als Excelsior zijnde morgen te kraken? Ja, dat is een goede vraag. Ga je dat hier nog niet prijsgeven? Nee, dat ga ik hier niet prijsgeven. Oh. En dat wordt hele. Want Sparta krijgt heel weinig goals tegen, dus dat is zeker een uitdaging. Maar wij hebben wel, vind ik, wat creatieve spelers die voor gevaar kunnen. Gameplan. Ja. Nou ja, wat zou jouw game? Hij wil het niet zeggen. Maar wat zou het gameplan dan van Excelsior moeten zijn op het kasteel? Tegen Sparta. Ja. Ja. Je kan het ook gaan spiegelen. Dus, en dan de sterkste blijft over. Ja, maar Excelsior zakt liever wat in en op de counter, ja. Toch? Nou, waarom vraag je dat aan mij? Nee, ja. Nee? Toch of niet? Als ik zelf het antwoord ga geven, ja, dat is een beetje raar. Ja, kijk maar even. Ja, maar wie is de favoriet? Ik denk Sparta, ja. Gewoon in de momenten waarin ze zitten, denk ik dat Sparta gewoon de favoriet is. Ja. Al zegt het natuurlijk helemaal gereed, maar het is wel zo. Dus eigenlijk hebben we niks aan dit antwoord. Nee. Het is wel uitverkocht, hè? Ja, uiteraard. Ja, nou ja, lekker. Voor mij zijn heel veel thuiswedstrijden de komende weken bij uitverkocht. De achterban van beide clubs natuurlijk enorm leeft. Hè, nou, vertel nou eens, heeft een Spartaan nou een grotere hekel aan een Excelsior supporter of een Excelsior supporter aan een Spartaan? Volgens mij is dat wel redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Maar wel op een leuke manier, moet ik zeggen. Ik bedoel, er zijn ook rivaliserende voetbalclubs op de wereld. Waarbij als je dan kijkt naar Sparta en Excelsior en die rivaliteit, dan is het in ieder geval rivaliteit. Ja? En niet meer dan dat. Ja, maar is het altijd even vriendelijk? Nee. Nee. Ik ben in beide stadions wel eens op een wat onvriendelijke manier aangesproken. In woord. Ja, oké. Ja. En daarin... Wat heb jij meegemaakt? Moet je heel wat kunnen hebben, toch? Nee, het gaat om de rivaliteit tussen Sparta en Excelsior? Ik ben wel eens erop geweest door Excelsior supporters dat ik een verleden heb bij Sparta. En andersom zijn er ook Spartanen geweest die wel eens wat van hebben gezegd. Dat ze het onbegrijpelijk vinden dat ik naar Woudestein ben gegaan. Dan ben je een prostituee, toch?
Ja. Maar dan in, op zo'n Rotterdams gezegd. Ja, ja, nee, ja, mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Ik bedoel, supporters die leven daarvan, denk ik. En ik ben zelf ook een lange tijd voetbalsupporter geweest, dus ik kan het ook wel begrijpen. Maar ik kijk er nu wat anders tegen. Bij Sparta is wel Verschuren geschorst. Ja. Dat is even wel een gemis voor Sparta. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, zeker ook omdat de Guzman nog niet inzetbaar is door zijn blessure. Namli die wel terugkomt, maar die verwacht je niet meteen in de basis. We weten niet precies hoe Sparta het gaat oplossen. Maar het lijkt logisch dat Mijnans vanaf die rechterkant naar het middenveld gaat. Zodat er bijvoorbeeld voor Saito een plek ook is in de basis. En dan van Krooi naar de rechterkant of zo. Ouassar, want die ging er wel geblesseerd af tegen PSV. Inzetbaar. Dus die is gewoon inzetbaar. Verwacht ik dat hij ook gaat spelen. Bij Excelsior nog dingen die we wel mogen weten voorafgaand. Iedereen fit en scherp? Ja, dat denk ik wel. Van Duin in de spits of Gargouche? Ja, dat ga ik niet zeggen natuurlijk. Jeetje. Wat denk je nou, Bart? Ik snap het, joh. Ik snap het. En jullie gaan naar Volendam. Ja. Jij gaat op de bank zitten. Ja. Ja. En wanneer denk je dat het lijf het weer toestaat om weer in de baas te gaan? Ik heb al vanaf eind oktober geen wedstrijd meer gespeeld. Dus we zullen dat een beetje op gaan bouwen en hopelijk zo snel mogelijk weer gaan spelen. Zo is het. Nou, succes daarbij. Dankjewel. En graag weer tot de volgende keer hier aan tafel, want dat vinden we altijd hartstikke leuk. Net als Dennis van Eerstel er is en Thomas Verhaar, bij jou zien we ook weer in enige regelmaat hier. Goed, natuurlijk zijn die wedstrijden in Rotterdam of in Groningen allemaal bij ons te volgen het komend weekend. Morgen de derby tussen Sparta en Excelsior op de radio. En zondagmiddag om 16:45 is die wedstrijd in Groningen tussen FC Groningen en Feyenoord. Om er dan vervolgens hier op maandag weer over te gaan nabeschouwen. Mede namens Michiel. Dennis en Thomas, dank voor het kijken en een goed weekend. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kuhlman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul en Paul.